dat ik het burgemeestersambt van deze stad mag aanvaarden. En wil mijn moeder daarvoor hartelijk dank zeggen. We hebben vooral heel veel doedingen toegevoegd. Madurodam was altijd een wandeling langs prachtige maquettes. Handjes op de rug niet aankomen, dat moest veranderen. Dus ja, in een nieuwe Madurodam mag je met je handen eraan komen. Het is indrukwekkend, het is helemaal vernieuwd. Het is een jaar of 15 geleden toen ik hier geweest ben. En het is heel erg leuk, met name dat veel kinderen hier veel dingen kunnen doen. Dat alles rijdt en alles wat hier klein is, is in het echt gewoon groot. Ik vind het gewoon mooi dat ze alles zo mooi klein kunnen maken. Het lijkt net echt. We hebben Madurodam in 3 gebieden ingedeeld. Een stedenrijk, een waterrijk en een vindingrijk. En dat vindingrijk dat gaat heel erg over handelsgeest en innovatiekracht. En daar zitten de 3 belangrijke economische motoren van Nederland zijn daar vertegenwoordigd. De haven Rotterdam, de bloemenveiling van Flora Holland en uiteraard Schiphol. En Schiphol dat vormt nog steeds een bruisend middelpunt van Madurodam. Look at the airplane fly. Die vliegtuigen ziet, dat is gewoon, de verhoudingen zijn erg mooi. En, het ziet er gewoon fantastisch uit allemaal. Ziet Schiphol nooit zo. Dat parkeerdek, hoor. Ik wist niet eens dat het er was. Ik ben een frequent flyer, om het zo te zeggen. Dus met trots laat ik de gasten die ik bij me heb ook Schiphol zien, ja. Ja, omdat het Schiphol zo klein is hier zo. Dat vind ik altijd wel mooi. Wat vind je het allerleukste in Madurodam? Toch het vliegveld, ja. Schiphol. Hey, hartelijk bedankt.